In deze case hebben we een lijst gekregen van de onderwijsinspectie van schoolbesturen die onder verscherpt financieel toezicht staan. Dat zijn de schoolbesturen die in financiële problemen zijn gekomen. Wij willen graag weten hoe die schoolbesturen er dan precies voor staan. Dat doen we door aanvullende gegevens te zoeken over deze schoolbesturen en die te koppelen aan de bestuursnummers die we hebben doorgekregen. We kregen van de inspectie geen Excel-lijst, maar een overzichtje in een e-mail, dus gewoon tekst. We zouden natuurlijk kunnen vragen of we alsnog een Excel krijgen, maar we kunnen het natuurlijk ook gewoon zelf doen. We kopiëren de hele tekst naar Excel. We hebben gezien dat er voor en na de bestuursnummers een spatie staat. En met de optie tekst naar kolommen kunnen we daarmee de bestuursnummers apart zetten. We geven aan dat niet een tab, maar de spatie het scheidingsteken is. En nu staan de bestuursnummers in aparte cellen. En we kunnen dus nu de kolom voor het primair onderwijs, het PO, selecteren en plakken in een apart werkblad. Dat slaan we op. En dat is onze lijst met bestuursnummers. De volgende stap is het verzamelen van financiële gegevens over schoolbesturen. Die vinden we op data.duo.nl. Er is ook een API dankzij het netwerk Open Onderwijs, maar daar maken we nu geen gebruik van. We gaan naar primair onderwijs, vervolgens naar financiën en dan naar jaarrekeninggegevens. En hier vinden we een overzicht van de gegevens die beschikbaar zijn over schoolbesturen in het primair onderwijs. In dit geval jaarrekeninggegevens over de periode 2007 tot en met 2011. We kiezen in deze case voor de financiële kengetallen en in het bestandsformaat Excel. Wat we nu hebben is een groot bestand waarin alle vijf de jaren bij elkaar staan. We willen een aparte lijst maken per jaar. Dat kan op verschillende manieren, maar een van de handigste is te kiezen voor autofilter. En dan het gewenste jaar te selecteren. Vervolgens het werkblad wat dan verschijnt te kopiëren en naar een nieuw werkblad te plakken. Dit werkblad slaan we op. Het is in elk geval handig om het jaartal in de bestandsnaam te vermelden, in dit geval 2011, want deze stap herhalen we voor elk van de andere jaren. De bestanden zijn op verschillende manieren aan elkaar te koppelen, maar wij kiezen voor Microsoft Access, een databaseprogramma, omdat het veel mogelijkheden geeft. De eerste stap is het importeren van elk van de verschillende tabellen. We importeren de kengetallen. En we importeren de lijst met bestuursnummers van de schoolbesturen die onder verscherpt financieel toezicht staan. De lijst die we van de inspectie hadden gekregen. We openen elke tabel in de ontwerpweergave omdat we bij elke tabel de primaire sleutel willen definiëren. Die primaire sleutel is het bestuursnummer van het schoolbestuur. Want dat is het unieke ID waarmee elk bestuur valt te onderscheiden en waarmee we de gegevens aan elkaar willen koppelen. Een query is een selectie van de gegevens uit de verschillende tabellen die we hebben geïmporteerd. We voegen de tabellen toe die we nodig hebben en we zien dat ze op het bestuursnummerniveau aan elkaar zijn gekoppeld. We kiezen voor een tabel. We beginnen met de lijst met bestuursnummers van schoolbestuur onder verscherpt financieel toezicht. We kiezen voor het bestuursnummer. Vervolgens kiezen we uit diezelfde lijst ook de naam van het schoolbestuur. En nu gaan we hier gegevens aan koppelen door de tabel met de kengetallen te selecteren en hier het gewenste kengetal uit te kiezen. In dit geval kengetallen 2011 rentabiliteit
en 2010 rentabiliteit. Als een extra controle kiezen we nog een keer uit de tabellen met de kindergetallen de naam van het schoolbestuur. En we geven de query een naam en we drukken op het rode uitroepteken om de query uit te voeren. En hier is onze nieuwe lijst. Nu hebben we de schoolbesturen uit de lijst van de onderwijsinspectie gekoppeld aan financiële data van de website data.duo.nl. Deze lijst kunnen we exporteren als een Excel-bestand. Wat we nu hebben gedaan kun je uiteraard herhalen met andere gegevens over schoolbesturen, zoals bijvoorbeeld leerlingenaantallen of personeelscijfers. Er is inmiddels een aardige hoeveelheid data verzameld op data.duo.nl, niet alleen over het primair onderwijs, maar ook over andere onderwijssectoren. De laatste stap zou kunnen zijn het visualiseren van onze gegevens, bijvoorbeeld in Tableau. Dat laten we de volgende keer zien.